organiseren jullie voor de nieuwe inwoners van Delensvaart een welkomstavond. Als plaatselijk belang Delensvaart. De kracht van gewoon doen. Nou, de insteek is dat de nieuwe inwoners algemeen in de gemeente Hardenberg worden welkom geheten. Maar dat ze dan nog steeds specifiek weinig over het dorp zelf weten. Dus we hebben ingezet op de historie van het dorp, het heden en misschien ook wel de toekomst. Plus wat het dorp allemaal te bieden heeft. Hoe kun je ze dat het beste laten kennismaken met ons dorp door ze bij elkaar te zetten. In combinatie met allerlei instanties en verenigingen die zich hier presenteren. Ja, hoeveel verenigingen presenteren zich hier? Er zijn 30 hele diverse verenigingen die zich op allerlei gebieden hier presenteren vanavond. Aan het einde van de avond kwam ik in gesprek met meneer Stapersma. Hij is samen met zijn vrouw vanuit Friesland in Delensvaart komen wonen. Een heel goed dorp met alle voorzieningen. Dat is gewoon wat opvalt. Alle voorzieningen. Ja. En dat is toch, als je wat ouder wordt, toch wel belangrijk. En dat is mooi meegenomen. Want zelf weten wij natuurlijk heel goed wat hier allemaal gebeurt in het dorp. Maar dat is voor een nieuwkomer wel even wat anders. Ja, juist. En dan kun je natuurlijk af gaan wachten dat iemand heel actief zelf op zoek gaat. Maar mensen die dat niet doen, die krijgen nu de gelegenheid om heel makkelijk op een ongedwongen sfeer Delensvaart te leren kennen. Een plaatselijk belang is meer dan alleen de problemen oplossen voor een ander. Ja, plaatselijk belang is absoluut niet alleen maar voor problemen. Plaatselijk belang zet zich in voor alle dorpsbewoners en echt het belang van de mensen in het dorp.